Emma. De duale opleiding duurt 4 jaar. Ik zit nu in mijn 3e jaar. Aan het einde van het 2e jaar ga je solliciteren voor een leerwerkplek in het 3e en het 4e jaar. En nu werk ik 3 dagen per week op de afdeling. Je doet tijdens het 3e en het 4e jaar van je opleiding veel ervaring, kennis en vaardigheden op. En 1 keer in de 2 weken ga ik 2 dagen naar school. Je wordt als duaalleerling snel opgenomen in het team. Je krijgt gewoon gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheden. Je krijgt zeker de ruimte om dingen op je eigen manier te doen. Natuurlijk zijn er protocollen waar je je aan moet houden. Maar iedereen doet de zorg op zijn eigen manier. Voel je wel een beetje, dat doet wel een beetje pijn. Maar dan doen we het samen. Mag je zo meteen tot 3 tellen. Ja, je maakt gewoon een hoop leuke dingen mee. Af en toe ook minder leuke dingen. Je probeert de ouders toch zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg voor hun kind. Naast het gewone medicatie geven, wonden verzorgen, dat soort dingen ben je ook heel erg ondersteunend, heel veel in overleg. Een heel groot deel van ons werk is communicatief. Je bent veel met ouders in gesprek, je bent ouders aan het ondersteunen, begeleiden, kinderen begeleid je, verzorg je. Teresa, ja. Ik heb het infuus van Emma verwijderd. Dan wil ik nu nog even bij Mark gaan kijken. Dan maak ik daarna het spelletje met Jim even af. Want die mist zijn ouders heel erg. Oh, prima. Ja? Is goed. Oké. Zie je later. Tot later. Eigenschappen van een goede verpleegkundige zijn: je moet sociaal zijn, inlevingsvermogen hebben, flexibel zijn, communicatief sterk, daarnaast humor hebben en vooral stevig in de schoenen staan. Het UMCG heeft verschillende vervolgopleidingen. Je kunt je in allerlei dingen specialiseren. Je kunt daarnaast individuele trainingen volgen om je verder te ontplooien. Hou je van uitdagingen en wil je werken in het UMCG? Dan heeft... Waarom ik in het UMCG werk? Omdat hier echt specialistische zorg wordt verleend. Dus als jij zoekt naar een uitdaging, specialistische zorg wil verlenen en jezelf wil ontwikkelen, kies dan voor een baan als verpleegkundige in het UMCG. Dus wat mij betreft, tot ziens.